Byrne. Meneer Byrne. Dit keer heb ik het script gelezen uit oogpunt van de hoofdregisseur in plaats van tweede Cappadociër. Ik weet niet wat uitdagender is. We werken hard aan de lijst met requisieten, zeker zo'n 106. En hebben erg geprobeerd een beeld te geven, hopelijk met succes. Het model is nog grof, maar toch niet slecht. En u zei, kunst heeft grenzen verlegd, dus we doen het heel echt. Ik heb eerst verf geprobeerd, maar dat was niet realistisch. Toen heb ik echt bloed geprobeerd en dat was te realistisch. Ik wil het publiek niet bang maken. Ik denk dat ketchup het meest in de buurt komt, als je verrijst de geur niet vervelend vindt. Wat is het, Ernie? Vrouw van Johannes de Doper. Daar was ik al bang voor. Is het niet wat u wilt? Verkeerde hoofd. Dan sloop ik dat kleren ding beloofd. Nog een weekje of anderhalf. Dan is dit kunst. Meneer Byrne, meneer Byrne. Die 7 sluiers vormen een grote uitdaging voor een ontwerper. Dus ik hoop dat wij aan de verwachtingen kunnen voldoen. Wat draagt Salome straks? Die vraag stellen wij ons steeds met de hoogste norm. En we zoeken vooral die 7 sluiers de juiste vorm. Heeft u toch wat kritiek? Dan geeft u die. Maar u zei, bij kunst gebruik ik wat ik zie. Het was 5 voor de prijs van 3. Ritsen! 7 ritsen voor 7 sluiers! Rits, 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 rits! Stop! Volgens mij hadden ze nog geen ritsen te tijden van de Bijbel, juffrouw Crow. Ja, die ritsen, dat sloeg een beetje door. Maar drukken open, kwam er die wel voor? Nou, een weekje of anderhalf, dan is dit kunst. Mr. Byrne, als u daar even wilt kijken, dan ziet u naar de maan. Dat is onze inspiratie voor het decor en het licht. Want ik kreeg een idee, ik wilde graag het licht in decor. Voor niets, omdat de man van mijn zus elektricien is, leek mij dat dus wel iets. En hij heeft er een tijdje op geweest. Wat u zei, kunst is onbevreesd. Het is onbetaald werk geweest. Je werkt aan een relatie. Dan geef je spanning en frustratie. Je hoeft tranen, zweet en tijd. Je geeft zoveel voor het toneel. Meneer Byrne, hallo. Hallo, meneer Byrne. Wij hebben de vervoerlijke verantwoordelijkheid over de tombola, PR en sponsoring. Integendeel, mevrouw Grace. We zijn volledig van jullie afhankelijk voor een volle zaal en inkomsten. Waar. Wij hebben voor de poster voor deze productie bedacht niet iets voor de hand liggends te doen. U weet wel, een jonge, aantrekkelijke vrouw in karig kostuum. Onze oplossing? Het oorspronkelijke beeld van Salome's moeder, Herodias zelf. Want zij was aardse moeder, tijgerin, keizerin, vrouw. Dat is een afbeelding van uzelf. Nou, dat vind ik wel een zeer beperkte kijk hierop, meneer Byrne. Meneer Byrne, meneer Byrne! Dit stuk, ja, dat is echt geen eindje voor een choreograaf. Oh, moet je horen. Over Salome's dans. De zaal zit straks met kritische mensen vol. Ik ben op zoek naar een vorm waarbij de dans versterkend werkt op de rol. En ik heb een idee. Het is een concept, maar u zegt kunst heeft geen vast recept. Dus ik dacht, als ze nu... Tept! 5, 6, 7, 8! Eerstluier 1! Dansluier 2! Dansluier 3! Dansluier 4! 5! Stop! Nee, mevrouw Curtin. Nee, ik ben bang van niet. Niet? Ja, het is misschien een beetje modern en voor sommigen wat moeilijk om te leren, maar nog een beetje anderhalf, dan is dit kunst. Je bouwt aan een relatie, je bent deel van een creatie. Een goed idee, het kan altijd beter, het gaat steeds om. De show die komt.